Vandaag zijn we bij het Klavier in Kaatsheuvel. Hier heeft de werkplaats een activiteit voor kinderen georganiseerd. Vandaag gaan ze een gameverhaal maken. Nou, ik ben benieuwd, dus we gaan naar binnen. Vandaag zijn we hier met Joep. Kun je je misschien even voorstellen? Ja, ik ben Joep van der Weijden en ik ben onder andere leesmedia consulent bij de Bibliotheek Midden-Brabant. Dus ik voer onder andere activiteiten uit die gericht zijn op media en digitale geletterdheid. Bijvoorbeeld met kinderen, zoals vandaag hier. Ja. En vandaag zijn ze iets heel speciaals aan het doen. Kun je eens vertellen wat precies? Ja, tuurlijk. We zijn vandaag aan de slag met eigenwijze gameverhalen schrijven. In het kader van de Kinderboekenweek doen we dit vandaag. Omdat het thema is eigenwijs, lekker eigenwijs volgens mij. En we zijn eigenlijk met een programmeertaal bezig. Waarin kinderen hun eigen een gameverhaal kunnen schrijven. Dus ze zijn zowel bezig met creatief schrijven als met leren coderen en programmeren. Dus het is een beetje tussen gamen en lezen in vandaag. Ja. Deze activiteit noemen we In de Werkplaats. En dat is een activiteitenreeks die we nou maandelijks doen in ongeveer 10 bibliotheekvestigingen van Midden-Brabant. Elke maand doen we iets anders inhoudelijk, maar het heeft altijd te maken met iets creatiefs doen met digitale media. Dus vandaag zijn ze gameverhalen aan het schrijven. Volgende maand gaan we in het spel Minecraft met z'n allen een groot bouwproject maken. Soms programmeren we games, soms zijn we stop-motion video's aan het maken. Dus altijd iets gericht op digitale vaardigheden. En niet zomaar even anderhalf uur gamen, maar dan wel iets creatiefs doen en iets maken. Ja. Ze maken nu een soort verhaal waar je ook keuzes moet maken, klopt dat? Ja, dus het is een beetje vergelijkbaar met wat je op Netflix tegenwoordig heb je een paar van die films waar de film af en toe stilvalt en dan kan je als kijker kun je zeggen van ik wil dat het verhaal zus of zo verder gaat. Je hebt van Black Mirror zo'n film en voor kinderen heb je De Gelaarsde Kat, is best wel populair nu. En dat is bij deze verhalen ook zo. Dus ze schrijven een verhaal van Harry Potter bijvoorbeeld, een eigen versie die dan iets meemaakt en dan kunnen ze zelf zeggen nou het verhaal moet... Harry moet voor A kiezen of voor B kiezen en dan gaat het verhaal op een andere manier door. Ja. Hallo, hoe heet jij? Ik heet Cheyenne. En Cheyenne, je bent een heel verhaal aan het maken. Lukt het een beetje? Ja. Ja? Waar gaat jouw verhaal over? Over meiden. En dan zeg maar maak je in dit verhaal maak je keuzes. En als het niet waar is, moet je terug naar start. Het is dus een soort van game. Oké. En welke keuzes moeten ze dan maken? Bijvoorbeeld. Hier, nu kan je kiezen. Bijvoorbeeld tussen wil je bij Streekids aanzetten of wil je hier bij Blackpink blijven? Nou. Ik wil bij Blackpink. Dat is dus de goede keuze, want dan zegt hij niet, ga terug naar start. En je kan mirrors, zeg maar, maken. Meer in het verhaal. Dus of je gaat nu naar het optreden, of je gaat naar het optreden en sluit bij Stray Kids aan. Emily, wat is er de komende tijd nog te doen voor de kinderen? Nou, de werkplaatsen zitten dus al helemaal vol dit jaar, helaas. Maar houd vooral op de socials en onze website in de gaten, want we willen volgend jaar natuurlijk weer verder gaan plannen. Wat we verder ook nog te doen hebben voor de volwassenen is dat we op 1 november hebben een taxatiemiddag in de bibliotheek Loon op Zand. Kijk vooral even welke materialen er allemaal getaxeerd worden op de website. Maar bijvoorbeeld oude boeken, atlassen, bijbels, geïllustreerde werken, reisboeken. Die kan je allemaal laten taxeren. Superleuk. En wat er nog meer te doen is, is een informatiebijeenkomst over AI en ChatGPT. Die wordt gegeven op 26 november in de Rode Loper. In de avond en geef je vooral op via de website. En dat is ook voor mensen die nog echt, als je er nog helemaal niks van weet, dan is het ook echt heel interessant. Maar als je meer over wil weten, dan is het ook heel informatief. Dus kom vooral naar die avond.